Hi allemaal, de bibliotheek in Assen hield afgelopen week een fotobattle. Daarbij konden kinderen tussen de 12 en 15 jaar hun foto opsturen van hun favoriete plekje in Assen. En dat hebben zij massaal gedaan en nu is Saken bij ons om de winnaar uit te kiezen. Dus Saken. Hallo. Hi. Ja, ik zit al een tijdje te kijken. Nou, elke keer weer verrassend, hè, als iemand een favoriete plek in Assen probeert te fotograferen. En zoals ik zie, is het goed gelukt. En dan is het altijd moeilijk om dingen goed te beoordelen zonder echt maar degene die het gemaakt heeft, dat ik te kritisch ben. Dat ben ik soms nog wel. Ik vind bijvoorbeeld deze heel mooi. Ik zie je van Lieke voor in het hout. Qua compositie heel mooi, hè? Niet de horizon in het midden. En op dit beeldscherm komt er iets te licht uit. Dus ik heb ze net even anders bekeken en dan ziet het er goed uit. Ja, het klassieke mooie lichtspel in het bos. Dan hebben we hier nog een hele mooie van het herfstlandschap. Het zijn allemaal wat klassiekere opnames, vind ik dat, ook qua compositie. Ook de brug en het tegenlicht. Dat is ook wel een heel mooi spel, tegenlichtspel. Mis ik toch nog wat meer ruimte, terwijl hier wel qua licht heel mooi is. Nou ja, het station, dat straks weer afgebroken wordt, dus dat wordt later een historische foto. Dus die plek hebben ze niet heel goed vereeuwigd. Het bootje onder de brug. En ook dit, ja, dit is dan eventjes grappig nog met een tekstje erin. Daar mag ook toch weer een beetje van de traditionele fotografie. En dan vind ik eigenlijk, als ik er langer naar kijk, springen er een paar uit. Er zijn deze drie van mij. En dan kom ik toch eigenlijk uit op, voor mij zeg maar, de doorslaggevende foto. Want ik zie dat dit een beetje licht is, maar ik weet dat dit wat donkerder is in het echt. Vind ik de plek, de compositie, dit een beetje bijna zo'n kruis. En ik voel ook precies waar iemand dan staat hier. Dan denk ik van ja, dan is dit voor mij zeg maar de mooiste, de beste foto van deze serie. En dat is dan Ruben Weijer. Dus ja, ik vind het elke keer weer verrassend om te zien hoe mensen fotograferen. Maar dit hier is ook, kijk, een fotografie is natuurlijk niet alleen een kwestie van het vastleggen. Maar je moet ook proberen een stukje gevoel erin leggen. En dat heb ik bij deze foto. De rest is gewoon, noem ik een beetje, wat af en toe wordt geregistreerd, hè, zoals iedereen het ziet. En hier heb ik echt zoiets van, ja, dit zal niet iedereen fotograferen. En dit vind ik qua compositie mooi, qua lichtspel mooi. En ja, ik kan me voorstellen dat dit een favoriete plek is voor Ruben. Dus, Ruben Weijer, van harte gefeliciteerd.